Elke spreker heeft 1,5 minuut spreektijd. Dat is niet veel. Voorzitter, dank. Eigenlijk is het een bizar debat, als je dat zo beluistert. Ik vroeg in eerste termijn als eerste van wat worden de mensen thuis die nu hiernaar zitten te luisteren beter van? En vooral degene die kampen met torenhoge energiekosten. Het antwoord is niets. En als je er zo naar luistert, naar de minister en alle partijen, geneuzel over procentjes CO2-reductie, over megatonnen, over bandbreedtes, onder- en bovengrenzen. En het is eigenlijk voor het eerst dat we bepaalde partijen zo enthousiast horen praten over grenzen, maar dan wel de verkeerde. Voorzitter, en dan worden de doelen waar zoveel miljarden aan uit worden gegeven niet eens gehaald. En dit debat gaat ook eigenlijk helemaal niet meer over de vraag, dat hele klimaatbeleid, waar is het nu eigenlijk goed voor? Wij zeggen luid en duidelijk, het is nergens goed voor. Maar toch, als je daar wel degelijk in gelooft, moet je je toch afvragen wat nou het voor logica is dat een heel klein land als Nederland 5 luttele kolencentrales gaat sluiten, terwijl ze in China met honderden tegelijk worden bijgebouwd. Wat heeft het nu voor logica dat wij hier in Nederland allemaal van het gas af moeten, terwijl mensen in landen als Duitsland en België geld toekrijgen als ze een gasaansluiting nemen? Voorzitter, dat is geen logica, dat is hypocriet met je megatonnen. Maar daar gaat het debat blijkbaar niet over. De klimaattrein dendert voort, het moet allemaal maar doorgaan. We zitten nu ook met een vreselijke Green Deal die maar liefst 260 miljard euro per jaar gaat kosten. En de minister kan niet eens daarop reageren wat voor financiële gevolgen dat nu heeft voor de huishoudens. Dezelfde minister die zegt dat energiearmoede in dit land wel meevalt. En dezelfde minister die ervoor gezorgd heeft dat de energielasten zo gigantisch omhoog zijn gegaan. Echt tot slot, voorzitter, want in eerste termijn had ik daar al naar gevraagd om de minister te laten reageren op die energiearmoede, heeft hij niet gedaan. Uit antwoord op schriftelijke vragen blijkt wel dat het hem helemaal niet interesseert. Maar toch, we blijven erop hameren. Wat gaat de minister daar nu eens aan doen? Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Harbers van de fractie van de VVD.